helemaal clear. Question ja. Lounge is full, jongens. Dus ik weet niet dat Gerrit Plagen zit. Oh, jij geeft nog Oetston van dinges. Van, Ja, KitKat moet je zelf aanzetten. Hoe is dat band? Hij zit net in de lobby. Nee. Ja, ja, wacht. Ik heb welke rage quit. Sean, ik zeg niet dat ik mijn bereiken zit. Ik zeg alleen dat ik in Dynamics zit. Dus wij ja, stumpten voor Clearweather, dat ik hem daarop moet zitten. Ja. 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 Dat waren volgens mij drie, maar... Dat zijn er drie. Oké, dat zijn er drie. Oké. Ja, Spijker is veel te groot als het terug is. Ja, Spijker is gewoon te mooi om in de regen te rijden. Om na te maken. Joint session? Wat hetzelfde als een goede whisky. Het maakt het extra episch, Bram. Het maakt het episch als het regent. Nee, een goede whisky maakt ze ook niet beter met ijs. Welk? Ja, dat is hetzelfde. Wat maakt ze niet beter met ijs? Een goede whisky maakt ze ook niet beter met ijs. Dat moet gewoon kamertemperatuur. Hetzelfde geldt voor zo'n baan. Dat moet op terug rijden. Dat is het beste. Ja, maar ook kamertemperatuur. Ik vind dat dat rijden dat maakt het altijd het epische. Ja, in werkelijkheid. Waarom is de vent nog steeds niet in onze sessie? Oh, ja. F1 is met quit. Gast. Yeah. Kan ik het dan doen dat er net zo mee doet? Shit. Ja, gewoon zeg... eventjes me gaan fel rieten. Zeker maar als je klaar zit. Ja, hij is bezig met laaien. Helemaal fout hier. Ja, bezig met laaien. Lalalala. Trouwens, hoort je me nog? Ja. Oké, ja, het is net stil, dat is niet heel... Ja, maar Bram is hier even in het rieten en Roger is een tas koffie in het zetten. Ik heb toch gezegd dat godverdomme koffie niet verstandig is, Elvis. Ik zit gewoon hier stilletjes achter het tuur een gezet te lezen. In feite is het NOS-app, maar dat is hetzelfde neer. Wat blieft hij nu? Ik ben bezig, ja. Hij is bezig met Johnny. Ah, ja, eindelijk, hij zit erbij. Dat is. Uitkeer, uitkeer. Ik heb de racinglijn aangezet, ja. Wiiiiiiii. Wat? Bram, ik hoop dat klaar bent, want vier zijn ook klaar. Ja, ik ben klaar. Mooi. Iedereen behalve Tim is klaar. Nu is Tim ook klaar. Simmy zonde. Simmy. Is het one shot quality? Oké. Okay. Focus. Focus, focus. Oké, okay, dat's. I'm speed. Duurt lang. Zeker. Duurt lang. Ja, Roger. Zeker. Roger. Jong. Yes, ke. Cool. Nog tips voor de car setup, increase top speed. Gewoon lege wink, zei jongens. 3-4. 3-4 en een mooie. Nog wel 2-3. Nee, dat is veel te leeg, man. Dat is heel leeg. 1-1. Dat is quality toch, ja. Wat is het voor een gebond op de achtergrond? Ik zou nou zo met het geklanken. Dat was Bram. Het klakkeloze geklak van die. Bram toch? Was. Echt zeg. Ja, bro. Is goed geweest. Dat is geuken. Gast, man. Gast. Oeh, dat is fucking gast. Dat ging een soort van fout. Een soort van fout? Nou ja, ik heb hem gehoord, hè, maar het helemaal niet goed was. De brug geraamd. Jammer. Massa. Straf hoor. Bon. Zeer sick. Piefpaf. Ja, zo ben ik piefpaf, kijk. What the fuck is mijn lefstijf? Ik leef er niks van. Oh, piefpaf wordt wel volledig verneukt op dit moment. Oh, blosje mogen, lekker.
Oh, de bus op. Sick. Oh, dat is een malkmeet! Dat is een malkmeet! De backstreet. Kut. Is zo'n queen? Nee. Ja, ik word gewoon een tankslapper. Dus ik heb heel veel tijd verloren. Kijk eens. Hé, je bent eigenlijk niet de laatste. Dat betekent licht. Ik heb een soort van moment verloren. Het ging soort van fout. Een soort van fout. Oh ja, maar dat heeft me gewoon 2 seconden gekost. Software fout. Dat is al over de finish. What the fuck, vent? Wie luistert dat? Wat een fuck, vent. En ik ook. Tering. Wat moet je gas geven? Nee. Hij is nut geweest. 15 weer. Oh, ik ben 17. Wat is nut geweest? Ik ben 17, ja. Je bent er een nut geweest. Vraag me Tim op... Oh, de Secret 4. Oh, what the fuck, fan? Een schmeer op. Ik dacht dat ze een spit was. Oh, wat een nutte, godverdomme! Ja, ik dacht dat is wel heel snel. Ik denk dat is niet zo ook een weg hier. Doe maar gewoon. Hey, Tim, weet je wat dit betekent, hè? Ja, als je nu niet wint, ja, dat kan echt niet natuurlijk. Ja, dat mag wel. Dan. Maar als ze nu verlust, dan moet ik dus terug naar het team van Ferrari, omdat dan eigenlijk niet meer kan rijden. Ik denk het ook, ja. Ja, ik ben bang van wel, ja. Terug naar het opleidingsteam. Ja. Allee, joh. Allee, joh. Mand! Wat? Mand! Oké, ik heb start set up. Start. Brent, de woest is tegen ergens. Ah, ik zie die film staan. Ah, dat staat achter me, de vent. Dit is helemaal niet fijn. De nutte! De doeken! Heel snel? Ja, peulen vlak. Niet in de voetbalrest, bleef. Vind je fijn? Mooi, kon, hè. Best een nutte. Is er nog weer een beursel hier? Hebben ze weg. Oeh, flink plekken goed gemaakt. Ja, ga ik gewoon op kanker nu, hè? P9 voor Remke. Ah, kut Alonso. Secret angst. Remke Secret angst, punten. Niemand overvoegen. Ja. Kan nu goed, kan. Tranen al. Nou, het gaat goed. Ja, iets meer track extending en dan kunnen we het gas kwijt. Zo Alonso doet de rem, dat is de vraag. Dat verstaat ik. Welke bij? Ik ben hoe lang in de Renault? Oh nee, ik hoef niet goed te remmen, hij heeft gewoon vermogen. Nice. Vind ik er chic, hè. Ja, dat is altijd wel grappig, wie makkelijk ze dat zie ik kunt passeren. Hopla, Hulkenberg gepakt. Nice. Ik ga naar het podium rijden, jong. Ben het? Lach nog niet goed. Hey Bram, dat is wel veel drempel met, hè? Ja, dat wordt niet expres, fan. Dat is geen drempel, dat is een curb, lul. Maar toen ze zag Spiefaf, waren dat toen echt, Tim? Ja, dat was Spiefaf gewoon. Maar oprecht. Fan, dat was echt insane, wie het was. Ja, maar daarna bleek wel gewoon aan het. Het wordt 2 seconden sneller van de vulling volgens mij, hè? Dat is bad, man. Fuck, wie kent de wind zo snel in? Ja. Hier op Spa ken ik wel Waal hier. Lekker uit het circuit. En dacht, ik ben de horen er nog in zat. Volgende circuit Formule France is denk ik zelf wel, hè? Hopla, Grosjean. Dat zou best wel kennen, ja. Zo. Dat is mijn kwaal. Hongarije zit er niet in? Oh ja, Hongarije komt sowieso naar Silver trouwens. Voor mij komt Silver dan weer naar dinges. Naar Oostenrijk. Nou, 1-2 is weer hersteld. Zeer mooi. Vind ik mooi. Hopla! Perez en Ocon in einde keer. Nice! Welke P? P6 nu. P6? P6, hè? Dat is zo nou, pas op. Hè? Maar dan zit ze best nog dik op, dus het podium is zeker mogelijk. Ja, hè? Lekker. Ja, de rest dadelijk en dan pak ze ze. Nee! Het angst. God, miljard! Hoe goed ging niet? Dan kreeg de zieker even het seconde cadeau. Nee, maar de zieker ging zelf ook een beetje niet, hoor. Stappen voor mij. Ik ga even pakken. Piefpaf? Piefpaf al, hè? Daar heb je Piefpaf, die uitkomen van Pouhan. Nee. Piefpaf? Dit is Piefpaf.
En dan gewoon misschien niet dan. Oh. Kijken, spreken. Oh, zo'n goed circuit, hè. Die pijn is dan nog zo'n shit Oostenrijk circuit. Dan gaan we echt fatsoenlijk. Ja. Zo'n shit Oostblok circuit. En de hel het gestemd op de Red Bull ring voor de volgende. Ja, echt wel, omdat ik een heb. Maar als het is... Zij heeft geen gedoens. Je kent Tier 1 Limitless natuurlijk allemaal wel, hè. Daar zit het dat het echt een fucking groot circuit ging. Net zo goed als Suzuka. Samen met Suzuka is die favoriete circuit is om op te rieden. Fucking bullshit. Ja, toch zou ik er wel echt niet van, ja. Mopsterstapje, laat ik eens pakken. Zit een achtergang in zo op? Ja, ik heb nu de RS. Dat is eng. Ik ga hem ook pakken, ja. Ah, dit is gewoon een vechtje tegen de bierkaai. Ik denk niet zelfs, hè. Tenzij ze een zeker fout maken. Dat is een zeker fout maken, ja. Nou, Verstappen wordt eraan geloven. Verstappen? Ja, hij gaat het. Hoppla, wat recht. Je doet het. Heel rigoureus. Hoppa! Heb je nou een flesje van Jefferson nooit gegooid? Tijdens het langsrijden? Dan heb je maakt een kill. Een flesje mosterdgaas duurt op je naar binnen. Ah, man, ik lek je hier aan te klooien af en toe. Dit is zo'n dit is een mooie bocht als het lukt, hè? Moet je de ver goed redden. Ja. Bocht zonder naam. Wat verdomme. Piefpaf. Piefpaf. Piefpefke. Piefere piefpefke. Toen wie lekker helemaal niet ver, hè? Dat is wel nice. Maar volgens mij is Tim de enige die nog nooit een echte piefpaf is geweest. Wat nu? Dat is goed. De piefpaf. Ja. Oh, de echte piefpaf. Ja, de echte piefpaf. Dat is wel Verstappen nog op de lip, hè? Verstappen. Ja, het maakt het me echt moeilijk. Ik zeg dat feit te bekijken. Zo. Oeh, te vroeg geremd. Dat is heel jammer. Oh, te laat geremd. Oh, dat is nog jammerder. Jammerder. Zoals Jos ooit zei, beter zijn een meter te vroeg dan een meter te laat. Ja. Ooit zei al, is geen ander. Beter 10 meter later dan op 10. Ja, dat zei je ook een keer. Ja. Dat is mijn uitspraak. Ah, dat is gewoon echt een Jos-filosofie. Sean Bono schiet, hè. Wat hè? Je kunt plaatsen goed maken door later te rennen. Ja, dan moest dat lekker ook. Oeh, Sean zit achter mij. Ja, dat is interessant. Oh, kut, ik moet hem wel meteen uploaden natuurlijk. Geen glas van onderstuur, dat is jammer. Ik heb hem al op unpublished zitten trouwens, dus toen hij van... trouwens, het enige wat geëdit moet worden is dat er geen burgers moet worden. Ja. Ik word het ook alweer. Muziek schaam. Ja. En dan met de animatie. Oh, dat is Verstappen weer, kut. En dan met het logo. Van Formule Franzel. Het Formule Franzel logo. Ik heb confident weer een plek groot moeten maken. Even, wek even. Verstappen hoe jongske. Ja, de Verstappen, hè, te pees in die krappe bochtjes, hè. De het te pees al. Ja, nee, dan pakken we echt terug. Ja, dat is Red Bull OP, hè. Ik zit hier een beetje te beurselen met Verstappen. Ik zit me een beetje te beurselen met mezelf nu. Zo. Remke, dat is gelijk, ik kan dich niet meer inhalen. Wie weet ze dat? Dat ik zo meteen voor Rismo af moet.
Misschien maak ik wel een cock-up, dat zegt wel. Ja, oké, okay, maar dat kon ik even niet vernoemd. Kan ik ook doen, en die kans is realistischer. Godverdomme, ik heb hier. Fucking Brussel, dat is ook echt moeilijk, hè? Ja, Sjehoed. Ja, dan moest ze echt zichzelf bedaren om een beetje snel te doen, hoor. Dus... Ja, precies, dat is echt. Lekker, Bram? Ik moet wel zeggen, de bochtvullers zijn echt erin opgezet. Hij maakt ze nu zo makkelijk. In 6 zin worden echt neer te doen. En nu is ze gewoon makkelijk vol gaas. Easy flat, zal bijvoorbeeld D zeggen. Dat is echt heel easy flat, joh. Oeh, dat is een dicht opnicht, hè, fan. Dat is goed, Kieke. En dit kan ze lekker, man. Ja. Hé, hey, Sieke, wat is gebeurd? Ja, ik hoor een crash. Godverdomme. Ja, power, dat is echt over power, Stefan. Ik wil daar niet op te letten. Wat ga je doen? Hij heeft het verzaak. Koningsdoener, pakt hem druk. Hij heeft het verzaak. Hij probeerde weer knoe te remmen. Mooi. P5! Woe! P5! Yeah! Nice! Wow, maar dat merk je zo, hè, de Mercedes met de extra power op. Ja, op de backstretch lijkt helemaal leuk. Holy shit. Nou, dat was een saaie race, jongens. Ah, nee, hoor. Volgende keer geen Ferrari meer pakken, Tim. Dat is heel kut. ik heb meute gehad om Roger de Bambi te krijgen. De betere wagen, hè? Vergis je niet. Ik heb één plaats goed gemaakt in opzicht van dich. Ja, dat is wel. 17 naar 6, 15 naar 5. Ja. En Roger van 4 naar 4. Tim van 2 naar 2. Ah nee, 1 naar 1. Ja, dat is niet vast, dat is moeilijk te verbeteren. Ah. Ja, dat was fijn. Ja, dat was leuk. We worden voor het eerst nog sparen. Ja, nee, dat leek ik, maar dat heb ik niet veel geoefend in ieder geval. Dan voor een baan dan. Toch als fysiek. Kijk, ik kan ze in het echt gaan oefenen, moest ze doen. Ik heb zolder gereden. Ja, maar dat is in het spel. En Nürburgring. Ja, dat zit ook niet in het spel, van. Ja, ja, ja. Hij reed alleen op banen waar zwaar ongelukken zijn gebeurd. Ja. Dat is mooi. Nou ja, op Spa ook wel, hè. Ja, maar dat is internet doodgebleven, geloof ik. Ja, op het oude wel. Het oude, okay. Oh, de super lange baan, ja. Ja. Ah, op zolder, ja, trouwens op Nürburgring zit dat doorgevallen. Ja. Vent. Zeker. Dus een beetje uit de mond tot aan het waaien. Ik heb hem mooi gewoon niet. Hij is ook nog een Hollander kapot gebleven. En Wolfgang von Trips is daar kapot gebleven. Nee, nee, fijn hè. Ja, dat heb ik. Oh. Ik weet wel dat hij misschien niet verbrand is. Okay. Nee, jong. Op de Nürburgring zijn er superveel kapot gebleven, man. Ja. In de jaren 50 en 60. Ja, ja, eigenlijk blijven ze nog maar het is geen F1 doe je, hè? Ja, dat is... Dat is best wel lang geleden, 2 jaar of zo, dat hij kapot is. Is dat hij wat zich onder de dingen zijn eigen gereden? Ja, precies. Zo, auto's op dit moment vrije keuze. Het is all out, doe wat je wil, alle assets die je maar wil. Ik zal voor even dingen aanzetten, uitzetten, Shai. Nee. Nee. Charme van Spa. Dat is ja, maar ik heb helemaal geen zin in Monaco, hè, ze voor bullshit. Nee, niet ik Monaco, maar Suzuka. Waarom? Nee. Suzy. Nee, Monaco. Dit wordt een leuke, hè? Nee, Suzu. Nee, dit is leuk. Dit is leuk. Je wilt Suzu? Ja, oké, okay, Suzu. Ah, jongens. Goed naamje. Nee, kom, kom. Monaco, alsjeblieft. Suzu. Suzu. Monaco. Oh. Ik ben heel makkelijk overgold. Shit op, dat duurt me te lang. Oh nee, maar je krijgt wel alle sets, hè? Oh, wacht. Wat doen we met de vrije dan? Ja, als ze wel eens Christus zetten, dan is je maar bang zijn voor dingetje. Voor Suzu. Voor Suzu, ja. Zo, alles gedaan. Doe wat je wil en ready up. En pak de auto des wils. Kun je zo terug? Ja, hij vindt de Renault een fucking skook. Hij houdt gewoon van Renault's. Ja, Renault is echt gewoon mooi. Ja, dat is te goed, hè? Oh, man. Dat is ook weer de vraag. Zo van, nee, maar echt, uit dat filmpje in Roger zo rage, hè? De starter achter de Renault. En dan kijk ze naar de vod van de Renault. Echt. Ja. Oh, zo mooi. De vod van de Renault. Ram, ram, dat heb ik normaal met vrouw doen. Ja, ik heb dat met de Renault. Echt heel mooi. Misschien wel mooier dan de Togo. Oh.
Ah, ik vind de SF-70 toch wel mooi, zei ik. Maar ja, wel dat Nijsk is kut en de T-Wing. Dat is het enige. Of moet ik gaan qualify hier? Wat voor baan? Dat is wow, wat heb ik hier voor een setup? Dat weet niemand. Oh, dat wist ik voor me de Franse setup, denk ik nog helemaal. Ik laat het gewoon staan op wat het is. Japan. Ja, zo heet ze het mech. 6-6 wings. Hartstikke gebalanceerd, jongens. Oh, die denken niet na. Het is ook een hele gebalanceerde baan, en dan mag ze zich wel bedenken. Ja, dat is absoluut waar. Het is een fucking lastige baan, dat is wat het is. Ja, het is inderdaad lastig, ja, dat klopt. Het is niet te maken, niks niet. Take with exit project. Here we go! Ik hoop dat het net op de drift setup is, want als ik al met in de 8. Oh ja. Dan begint het een time drift. Ja, time trial, ja. Wow, dan vlieg je al binnen door de eerste bocht. Wow, dikke exit. Oeh, ik zit al graas metgepakt, oeh, sick! Heel even de rem toucheren hier. Niet te veel gas meepakken, eigenlijk gewoon geen. Maar ja, dan kon ik even niet vermijden. Oh, even liften. Oh, joh, joh. Wow, full opposite lock dan. Super dikke access. Dit is geen baan om zonder te oefenen te qualifieren. Nee, zeker. Zeer zeker niet. Maar toch gebeurt het. Oh, iets te langzaam de hebben in hier. Oh, dan moet ik spoelen door, zonder dat geoefend te hebben. Hij zal die spoelen, hè? Door. Dat zijn die nutten. Spoelen. Ja, spoelen zijn hele nutten, hè, met dat terugschakelen. Oh, dat is knijen. Ja, dat ging niet helemaal lekker, jammer. Oh, nou, ja. Echt erg, hoor. Easy flat, hè. Ja, nou, ik heb nog toen we hadden een flinke tankslapper in 130, hè. Ja, behoorlijk. Pulkens nog even metnemen, zo netjes. En dan zit er alweer een rondje Suzuka op. Nou, dat ging niet mega slecht, heb ik de indruk. We gaan zien. Ah! Ah! Ja, Steve. Duiter netjes. Vierde! De thuisfavoriet, hè? Nou! Hoi, nou! Hoi, 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 hoi! Vierde! Nou, netjes. Oh, dat verschilt echt! Oh, de scuderia! Wat de hel! Oh, wat sick! Fucking sick! Wauw, maar dat is gewoon launch dan. Niks! Ik heb de brand, dat is gewoon een echte, dat blieft gewoon trouwens in Renault en daar zit niks aan. Ja. Ik heb de TC heel lichtjes aan. Ik ben beter, jongens, ik ben beter! Ja, maar nice. Dat is heel gevaarlijk, hè, John, dat heb je gezegd, dat moest je dus nooit doen, de TC lichtjes aanzetten, want dan geeft je zich dat aanwinnen. Ja. Nee, joh, helemaal niet. Nou ja. Ik heb gewoon geen zin om voor de fun. Maar dat is leuk, we zitten dicht bij één. Oh! Ja, dat is hartstikke goed. Dat is een gebalanceerd veld. Eind 2 en VR4, als ik me niet vergis. Ja. Oh, langzaam gewoon ja. Leren. Dan zal ik wel nummer 3 op de baan duwen. En oké. Okay. Dus langs de mechter wanneer doe je het. Ik zou hem best doen. Wacht eens even, dat was heel net. Was zo'n sick full turn in hebben. Ik wil laten gaan. Yes. Lief van elkaar. Zo. Kan best doen. En nu zeg ik me toe. Oh, een hele dunne start van de start. Hele dunne start inderdaad, dat had ook goed gezien. Wow, what the hell, fucking Bottas. Ja, de zieke komt terug! Komt terug! Maar de kent er niet langs, dat is jammer maar helaas. Wat is er nu? Wat een lange fan is het. Woehoe! Wat een gevecht, jongens, er zijn er één. Oh, dunne entry, kut. Ja, een goede entry. Oeh, gaat moeten liften. Jammer. In zijn 8. Als een absolute baas. Oeh, verremd. Zeer jammer. Oh, ik heb het zieker. Zieke wat opgejaagd. Ja, behoorlijk. Dat een teammate, Flange. Oh, wacht, dat is toe. Kut! Nu heb ik je zit achterin. Je moet nog langs de Bottas komen. Als we een Frans al 1, 2, 3, 4 kunnen rijden, hè? Dat is heel sexy. Oh, dat kan ik echt proberen. Dat kan ik proberen. Dat is een graai, ja. Gewoon dat je mijn leven wil hebben. Ja, doe dat. Ja, dat kan ik niet op charge gedaan.
Ja, ik ga ook weer een shotje dan. Hé, hey, geen pijltjes meer ook door hacken hier. Ja. Dat is ook wel, hè. Stuiteren, niet normaal. Boah, jong. Ik ga net wat spelen. Dat gaat niet normaal. Oh, ja, dat wordt tijd. Dat wordt nog tijder. Kut, kijk, ik zit erop. Ah, kut. Het spiert me, maar ik kom niet echt de BB dat vettige botas. Moet ik even een breakcheck doen? Nee. Ja, bedoel ik dat ik de enige die een fuck-auto heeft gepakt? Ja, en dat ik trouw ben aan het beste merk wat er is. Allee. Ja, ja, het is goed meteen. Ja, super dunne Absolute Spoon. Godverdomme. Het spoon nou echt helemaal verzaakt. Een waterige exit. Joh, echt. Ja, de exit. Is spetter poep niks bij. Ja, kut, nu heb ik een dunne exit. Een dunne exit. Klinkt eigenlijk als een racekak. Nou, dan lekker car bonnet. Een racekak exit. In deze race heb ik een racekak exit, jazeker. Kan allemaal. Hele uitgebreide piefpaf-sectie op Suzuka. Wat? Piefpaf-sectie. Oh ja, elk spier heeft een piefpaf-sectie tegenwoordig, klopt. Ik ging weer naar Kota. Oh, weer naar Kota. Kota begint inderdaad ook met een piefpaf-sectie. Ja. Oh. Lukt het hem? Nee. De schwaar. Klinkt ook als een racekak exit eigenlijk. Ja. Dat doet hem door de brok. Ja. De afstand tussen de koppelingen wordt groter. Ja, dat is heel jammer. En de rest van de groep dan. Ik ben langzaam ingehold door Richard. De afstand tussen de koppelingen zelf wordt kleiner. Roger. Oeh, ja, maar ik heb een hele dunne exit hier. Ah. Een hele akelig dunne exit. Akelig dunne exit. Ik ook, ik spin de godverdomme. Pina. Het is hetzelfde wel zo'n tiende. Sorry. Spinnen is een sterk werkwoord, hè? Verleden tijd de spoon. Spon. Spoon. Jezus man! Sorry, dat was echt heel slecht. Wat een fan. Nou, wel goed. Je verwacht hem niet, hè? Je verwacht hem niet, dan is het zo goed. Ik verwacht hem niet! Ik vind het heel lastig om de eerste bocht aan te snijden hier. Dat is het ook, maar eigenlijk is het gewoon een 8. Ik moet zeggen, hoe plan gaan ze er herkomen om te schermen. Het erge is dat de eerste bocht in de racing line geeft hem echt volledig verkeerd aan. Ja, ik... Oh, kut. Ik ben het gans aan het verneuken hier. Dit is in feite gewoon een 8-bocht. Ja, wat heeft er geleerd van dat filmpje? Ja, dat heb ik inderdaad geleerd van dat filmpje. En ik zag, dat is een 3-bocht. Een 3? Nee, dit was zo namelijk. Het ging een verdeek naar 2. Of dat nu een 3 of een 4-bocht was. Ik zag dat het een 4-bocht. Toen had ik het filmpje weer gezocht. Toen dacht ik van, wacht eens even. Deze vent pakt dik naar 1 en zijn 8. Dat kan ik ook proberen. Ja, maar 1 kan ze gewoon in de 8 pakken. 2 is... dat is geen 8-bocht. Ligt aan het moment van de 7. Ik pak hem in de 3. Ik pak hem in de 4. Nou, het kent allebei. Het maakt niet zo bloed. Ik pak 1 in de 7 en 2 in de 3. Ja, ik ook. 7-3, klopt. De versnellingsbak is kapot! Wat? Heb ze het probleem met de zeker? Oh, dat is nu wel heel klein. Wat is gebeurd, Tim? Hij schakelde niet meer. Ja, dat heb ik dus ook... doorgereden in de laatste bocht. Heb ik dus ook een keer gehad met mijn stuur dat het helemaal gefuckt wordt, de truckshifter. Deed er nu weer.
Ja. Maar nu heb ik wel problemen, ja. Met de zekerheid, helder. We zullen zien. Ik ga wel elke rondje halen, dat is wel fijn. Dat is een 4-bok, geen 3-bok. Oh, wat die kinder! Oh nee! Ze zijn het allebei kwijt! Dit is ongelooflijk! What the fuck, man! Oh nee, ik heb geen wing meer. What the fuck, dat was echt bizar. Dit geeft me niet. Ik zag Tim tijdens mijn drift ook goed vliegen, dat was echt. What the fuck, man. Allebei vliegen we eruit. Wat goed. Allebei zo scherp. Heerlijk. Ik heb geen wing meer nu. Oei. Als Sean gaat winnen, dan hou ik op. Nee, ik heb nog alles, dus ik kan niet winnen. Nee, ik heb nog wel een beetje pace. Spoon werd interessant. Ja, dat is echt een downforce bocht, inderdaad. Ja, en dat knikje en dat rechte stuk toch, eens kijken wie dat geeft. Ik bedoel 130 jaar? Ja. Mocht geen knikje, nee. Stop ik. Dat is een roes, lul. Zo, hoe ze knikken en als ik een alle vier dan. Dat is goed wel. Hij houdt hem hoor. Knap. Zonder wings. Oh, kut hé. Wat een crash man, what the fuck. Allebei vliegen we eruit dan. Heel mooi. Nou ja, weer PvP. Ik ben altijd PvP. Niks gewonnen, niks verloren. Het is prima. Je wou eigenlijk op vol, lul. Ik ben met een eeuwige P5 al blie. Bottas, echt wel. Wat een lul. Maar jammer dat hij botzak er nog tussen zo. Ja, als het een Frans 1, 2, 3, 4. Ja, maar dan moet je ook geen geluk pakken. Wie wacht, moeten we dan nog zeggen? Hé, en neem eens het, volgens mij, een... Oh, wacht, incidents, kieken. Natuurlijk heb ik incidents. In ieder geval te kan kutten. Iedereen in de... Oh ja, ik heb een college met Bottas. De laatste chicane, dan kent ze best wel het van afsnijden. Vooral de eerste. Waarom ben ik... jawel, toch wel. Ik heb geen incidents, wat? Ik heb dat. Ah, oh, netjes. Ik heb een collision incident. Wanneer heb ik dat dan niet gedaan? Hé, hey, Malu, ik ga eens de pinderen. Chic, ik ook. Goed, ja, dit is die aan hem. We zijn geëindigd met twee mooie circuits, dus dan mogen ik heb een speciale hamer metgenomen. Oh, de pen erin kan houden. Hou de pen in de kut Renault van liggen, dan zijn we er gans klaar met. Man, de Renault is één. En...